Onze verkenning anno 2009 van de sporen van de Berlijnse muur start bij het Mauerpark. Hier liep de grens dwars doorheen. De blauwe lijn geeft het verloop van de binnenmuur aan, de Oost-Berlijnse zijde. De rode lijn is de buitenmuur aan de West-Berlijnse zijde. De buitenmuur had een brede ronde pijp bovenop. De binnenmuur had die niet. Tussen deze twee muren liep de zone des doods, waarop vluchtelingen werd geschoten. Het Friedrich-Ludwig-Jahn sportpark lag in Oost-Berlijn, vlak tegen de binnenmuur. Links zien we net nog een stukje van die muur. Die is nu voorzien van graffiti. Dat was 20 jaar geleden volstrekt ondenkbaar. Links beneden loopt de inspectieweg, waarlangs de grensbewakers zich verplaatsten in hun voertuigen. We lopen door en komen in de Bernauerstraße. Nu is het een drukke, vrij brede verkeersweg. Toen de muur werd opgericht, was het zo'n typische Berlijnse straat, waar de grens, de rode lijn, precies langs de gevel liep. Als u deel 1 van deze documentaire hebt gezien, kunt u zich misschien herinneren dat in de eerste dagen hier de mensen uit de ramen sprongen om naar West-Berlijn te vluchten. Later hebben de Oost-Duitsers alle panden langs de grens afgebroken om een brede veiligheidszone te kunnen maken. De veiligheidszone is nu, anno 2009, nog goed te herkennen als braakliggend land. Alleen op een paar geïsoleerde plaatsen is sprake van nieuwe bebouwing. De dubbele rij keien markeert de plaats waar de buitenmuur liep. Kijk, hier staat zelfs nog een stukje van de voormalige binnenmuur. En dit is het uitzicht dat de mensen zo ongeveer gehad moesten hebben die vlak achter de binnenmuur woonden. De hoek Bernauerstraße-Rupinerstraße is een bijzondere plaats. Zo zag de hoek eruit toen er al wel een muur was, maar de huizen nog niet waren afgebroken. Het was op deze plaats dat Konrad Schumann, de grenswacht, in de eerste dagen na de afsluiting met een enorme sprong over het prikkeldraad naar de vrijheid sprong. In de voormalige zone des doods wordt de herinnering aan zijn sprong levend gehouden door dit fel realistische kunstwerk. Aan herinneringen aan slachtoffers van de muur der schande is overigens op dit gedeelte geen gebrek. Wat verderop treffen we dit beeldje aan in de voormalige zone des doods. Het heet Verzöhnung, verzoening. Het staat op de plaats waar vroeger de Verzöhnungskirche stond. Die stond precies op de grens. Eerst werden alle panden eromheen afgebroken. Jarenlang stond de kerk als stil protest midden in de veiligheidszone. Uiteindelijk besloten de autoriteiten ook de kerk te slopen. Inmiddels staat er op de plaats van de kerk een herinneringscentrum. Zo moet de muur hier er ongeveer hebben uitgezien. Een stukje van de muur met veiligheidszone is opnieuw aangelegd om de mensen die het niet hebben meegemaakt een idee te geven hoe het 20 jaar geleden was. Er tegenover staat een tentoonstellingsgebouw over de muur. Even verderop is een flink stuk van de muur bewaard gebleven. De muur is enorm aangetast door spechten, mensen die na de val een stukje muur probeerden te bemachtigen. We slaan nu de hoek om de Gartenstraße in. De straat wordt aan één zijde begrensd door een fraaie gemetselde muur. Vlak achter deze muur liep de grens. Via een poortje en een trap kunnen we naar boven gaan. Het is nu een officieel groen gebied. De voormalige grens wordt weergegeven door de dubbele rij keien. Even verderop loopt de voormalige inspectieweg van de grenswachten.
We lopen verder langs de gemetselde muur tot we bij een compleet vervallen spoorwegviaduct komen. Het viaduct is zo vervallen dat er veiligheidsnetten zijn gespannen tegen de vallende onderdelen. Naast deze bonk roest is een nieuw viaduct van de S-baan gebouwd. Dit is het einde van deel 3.